drie pijlers waarop het nieuwe museum dus nu wordt ingericht. Dat is de behouden de visserij, die blijft ongeveer net zo groot. Dat komt dus bij archeologie en dat komt dus bij cultuur en historie. Dus want Vlaardingen heeft best wat internationaal te laten zien en te laten horen. En dat betekende dat er uitgebreid moest worden. Dat wil niet alleen zeggen in collectie, maar ook in ruimte. De grond en de percelen eromheen, die krijgen we er dan dus bij. De gemeente heeft dus een bijdrage dus, overgemaakt. We zijn met het fonds op een HNA, alleen wat formele zaken van actes en dergelijke, zijn we rond. En wij staan dus nu op het punt met de bouwplannen die in die afgelopen jaren, want dat is echt historie, en zo vaak geweest dat zijn ook, daar gaan we dan dus nu met de daad mee beginnen. Er is een begroting voor een bouwsom. Er zijn een aantal vierkante meters die we dus willen bereiken. En dan, gezien dus de korting op de exploitatiebegroting, want wat we hadden, daar is 20% van afgehaald door de gemeente. En we moeten dus drie keer zoveel gaan leveren. Dus dat betekent dat je een gebouw moet gaan neerzetten wat enorm voldoet aan alle duurzaamheidseisen die je maar kan verzinnen. En last but not least, het moet er gewoon strak uitkomen zien dat het zichzelf verkoopt. Het was uitdagend omdat we hier praten over een combinatie. Hè. We moesten vierkante meters erbij maken. We moesten een energiezuinig gebouw gaan maken. En we zitten met een monument. En ja, dat botst wel eens een beetje met elkaar. Hoe maak je een gebouw energiezuinig en een monument wat je toch intact wil laten? Dat is een behoorlijke uitdaging. Ja. Plannen bestaan eigenlijk uit twee gedeeltes. We hebben het bestaande pand, het bestaande museum. Dat is een rijksmonument. Dus dat gaan we, zeg maar, voor een groot gedeelte restaureren. Dat is een pand wat we een beetje terug willen brengen in de oorspronkelijke staat. We willen de schaal terugbrengen, weer mooie kamers inbrengen die er nu uit zijn. Het tweede gedeelte van het plan is de uitbreiding. Dat is echt de nieuwbouw. En de nieuwbouw die willen we op een hele moderne, strakke manier, met hele mooie moderne materialen erachter zetten. En in die nieuwbouw, daar zitten weer wat oude elementen van het pakhuisje wat erachter staat. Dat hebben we erin verwerkt. De entree komt in het pandje van der Drift, waar het kantoor van der Drift zat. Dat gaan we ook gedeeltelijk gebruiken. Maar vooral de vloer op de begane grond en de kelders. Dat zijn hele mooie historische kelders. Die willen we laten zien, ook in die nieuwbouw. Nou, dit is het gedeelte wat we helemaal gaan restaureren. En hebben hier het geveltje van het pandje van der Drift, zoals we dat nu nog noemen, wat onze entree wordt. Dat wordt de hoofdentree van het museum. Bestaande entree van het museum blijft uiteraard ook bestaan. Maar dat gaat meer een functie krijgen als de zaaltjes verhuurd worden. Als er feestjes zijn of congresjes. Dan gaan we de originele entree weer gebruiken. En als we dan hier verder kijken, dan zien we hier de nieuwbouw ontstaan. Aan de Vette Oortse Kade. En we komen hier de hoek. Ik heb vrij bewust ook een kap erop gezet. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de rest van Vlaardingen. Het zijn allemaal lage kapjes. En dat geeft een beetje karakter, zodat als mensen over de Westhavenkade lopen, het pand gaan herkennen van jongens, hé, hier gebeurt wat. Hier komt het museum. Dat is ook een reden dat ik het helemaal glazig gemaakt heb. Dat is een noordgevel. Nou, noordgevel geeft hele goede belichting binnen. Zuidgevel kan je dat niet maken in een museum natuurlijk, want dan zou er te veel licht binnenvallen. Maar noordgevel kan je dat doen. Dat geeft binnen dus een mooi effect, maar ook als je langs loopt. Als je nu langs loopt, ga je wat zien. Je gaat het museum herkennen, je gaat wat bewegen. Dus je triggert de mensen om naar binnen te gaan. Want ze lopen eerst door het bestaande museum, kunnen daar het een en ander zien en lopen daar doorheen. En dan komen ze in de nieuwbouw terecht. Nou, die nieuwbouw, die is verdeeld over drie verdiepingen. Als mensen aankomen, lopen ze op hetzelfde niveau als de begaande grond van het museum nu binnen. En dan komen ze een hele grote trap tegen.
En dat noemen wij een tribunetrap. Dus een hele brede trap. Het is de bedoeling dat vooral de jeugd daarop kan gaan zitten en dat ze het een en ander uitgelegd krijgen. En hebben dan ook gelijk een overzicht over het museum. Dus iemand die wat uitlegt kan alles ook aanwijzen. Als de mensen dan beneden naar beneden lopen, dan komen ze vanzelf dat pakhuisje weer tegen, wat we net in de gevel gezien hebben. Daar kunnen ze inlopen. Goed, die ruimte wordt natuurlijk museaal gebruikt, maar ook het pakhuisje vertelt het een en ander over Oud-Vlaardingen. Het leuke van die verdieping vind ik dat daar een openbare bibliotheek komt. Dus mensen kunnen nu echt ook gewoon zien wat voor een waardevolle bibliotheek er is en de boeken kunnen bekijken. Dat zal voor een groot gedeelte wel digitaal zijn, want niet ieder boek kan zomaar beetgepakt worden. Maar dat vind ik een heel leuk element. En dat is ook een beetje het einde van die route. Want als mensen overal geweest zijn, dan kunnen ze naar die bibliotheek, maar hebben ook het hele museum gehad. Wij beginnen in november met de start, zeg maar. Dan is de start van de bouw. We beginnen eerst met een gedeelte slopen, zodat we dan een goed begin hebben. En beginnen met de nieuwe bouw. Dat gaat een jaar duren, zeg maar, de bouw. Dat wil zeggen dat we eind 2014 zal het gebouw klaar zijn. Maar daarna moet het nog ingericht worden. Daar zijn we ook nog maanden mee bezig. Dus zeg maar, eerste kwartaal 2015 zal het publiek naar binnen kunnen. Wijnand heeft uitgelegd dat we ook heel energiezuinig aan de gang gaan. Dus die energiekosten die liggen al laag op de exploitatie. Door die lage exploitatie kunnen we maar slecht met minimale vaste krachten werken. We zullen enorm nog afhankelijker worden van vrijwilligers. Moet het een soort broedplaats worden voor ideeën, voor programma's, voor het ontwikkelen van kennis en kunde. Om dat weer uit te gaan nutten voor het museum. En dan is het alles aangelegen om het zodanig te brengen dat de mensen ook terug willen komen. Het is niet als je dat één keer iets gezien hebt, zeg ik heb het gezien en ik ben klaar. Nee, maar dat je continu bezig blijft met een programma, met nieuwe activiteiten, met nieuwe leuke, belangrijke verhalen over Vlaardingen. En daarin moet je je publiek gaan trekken. Want we moeten wel voldoende mensen binnenhalen om ook de exploitatie te kunnen dekken.